Hulp uit onverwachte hoek voor Sinterklaas. Tientallen ouderen van Vitalis Wissehagen hebben cadeaus gedoneerd aan de Sint. Deze cadeaus zullen op 5 december bij minder bedeelde kinderen door de schoorsteen vallen. Ik vind het een fantastisch gebaar wat deze oudere doelgroep hier voor elkaar heeft gekregen. Om voor, voor de minder bedeelde kinderen in Veldhoven Sinterklaas speelgoed in te pakken. Als je ziet hoe plezier de mensen hierin beleefd hebben. En ze proberen meteen te herleven en beleven wat ze vroeger al meegemaakt hebben in hun kindertijd. En dan is dat natuurlijk een fantastisch gebaar dat ze dat nu kunnen doen voor andere kinderen. Dat die arme kinderen ook leuke dingen krijgen en dat niet alleen bij rijken is, maar dat ook bij arme kinderen hoort. Sinterklaasfeest is voor iedereen. Ik verwacht dat alle kinderen heel enthousiast gaan reageren en dat ze hele leuke cadeaus zullen ontvangen. Het zijn allemaal nieuwe cadeaus. Het zijn allemaal, allemaal nog in hele goede staat. Dus ik verwacht dat de kinderen erg enthousiast zullen zijn. En ik hoop dat ze nog iets aan ons laten horen. Maandenlang waren de ouderen van Wissehagen bezig om de cadeaus te verzamelen. En ook andere mensen hebben cadeaus, kleding en restaurantbonnen ingezameld. Het begon als iets kleins, maar het is nu een beetje uit de hand gelopen. Ja, ik kan het niet voorstellen. Het draagt zo'n warm hart toe naar die kinderen. En dat maakt mij blij, dat geeft mij arbeidsvreugde. Daar word ik fantastisch blij van. En ik vind het fijn dat ik dat met Vitalis, met ons hele vitale team, dit mag doen. Gewoon geweldig. De Pieten zullen uiteindelijk in Veldhoven door de schoorsteen kruipen om die cadeaus bij de kinderen te bezorgen. Ik vind het een geweldig initiatief. Het is mooi dat Vitalis deze actie heeft opgezet. De ouderen die zijn betrokken bij het inpakken. Er wordt geld ingezameld door de partners, door de kinderen. En er komt wat ten goede aan de jeugd. Stichting Leergeld, die heel mooi werk verricht, de voedselbank. Dus het is een initiatief. De gemeente heeft er eigenlijk niks mee te maken. Alle complimenten, alle lof voor Vitalis. Voor het initiatief wat in de samenleving ligt. En dat is eigenlijk gewoon geweldig. En de hulp van de ouderen komt Sinterklaas natuurlijk goed uit. Hij kan in deze drukke tijden alle hulp gebruiken die hij kan krijgen. Nou, ik ben zo blij om dus dat die dat krijgen. Dat ze ook een gelukkig moment in hun leven kennen. En dat ze ook weten dus dat ze niet vergeten worden.